Tony the Musical. Een spektakel in deze doorgecomponeerde musical. Wervelen acteurs, zangers en dansers, onder wie Irvin Monte, Janine Larose, Susanna Malaika Bailey, Junior Mers en Juan Wells ons terug naar de 18e eeuw met zang, spoken word, rap en soul. De première is op 25 november, onafhankelijkheidsdag van Suriname, in het Delamar Theater in Amsterdam. Daarna trekt Bonnie the Musical langs diverse theaters dwars door Nederland. Voor ticketinformatie, kijk op bonniethemusical.nl. Als zij de zoen laat zien, wie de band vertelt, wie is zij dan? Kulturu TV, Alston Sanayong is signing in en vandaag is 25 november 2023. Dat wil zeggen, we zijn 48 jaar staatkundig onafhankelijkheid. En zoals u achter mij ziet, dan gaan we nu richting het onafhankelijkheidsplein waar het Divli zal plaatsvinden. En dat is eigenlijk traditiegetrouw. Daar in Amoesdee maand in, daar heb je dus dan de kanonschoten. En vervolgd door eigenlijk hier op het plein een ceremonie. En het zijn een beetje in gedeeltes. Je hebt een deel van de opperbevelhebber. Je hebt een gedeelte dus dan waar de president, de troepeninspecteur, etc. En het moment waarop men wacht is eigenlijk het moment van défilé. Dat naar Pedesma Ewaka, Pedesma Egisho. En waar eigenlijk de tankauto's en de politieauto's ook voorbij rijden. We gaan nu meenemen. Alston Sanayong hier op locatie. We gaan zullen even kijken als we met enkele mensen kunnen spreken. Hoe ze het vinden, wat ze vinden over 48 jaar staatkundig onafhankelijkheid, Ugona visie, kan het beter, etc. Alston Sanayong is taking you to het onafhankelijkheidsplein. Voor een goede mondbehandeling gaat u naar Dental Care. Dental Care gevestigd aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost. Deskundig en ervaren in tandcontroles, tandenbleken en spoedbehandelingen. Bel of kom langs voor een consult. Dental Care, kwaliteit, garantie en zorg van uw gebit. Onze professionals staan voor u klaar. En het zal nu plaatsvinden, nog steeds Kulturu TV hier vanuit Suriname. En overal waar u bent, nemen wij u mee aan onafhankelijkheid in Suriname. En dat wil zeggen 48 jaar staatkundig onafhankelijkheid. En u ziet het daar, de heer zal dus de sein geven. En ik denk dat het nu van start moet gaan. En daar gaat hij. Dit is het moment waarop ieder heeft gewacht. En u ziet het heel mooi, heel mooi. Hier hebt u de heren Korps Politie Suriname. Je ziet het, hier hebt u alleen maar dames en de dames met hun wapen. Heel mooi, heel mooi. Daar komen ze aan. En u ziet het hier, de dames met hun geweer. Heel mooi om te zien. En als u misschien een nicht hier hebt of een tante, dan ziet u dat. Heel netjes gekleed, de schoenen zijn gepoetst. Ja. Daar woont Tambo Metro, majoor van politie, Simpson en Marvin. Ja. Hier hebben we, kijk papa, hier hebben we dus de heren. En u ziet het. Inspecteur van politie, eerste klasse. Max, Theodora,
hier hebt u dus de heren. De eenheidscommandant, de flinke vrouw, de hoofdinspecteur van politie, Naomi Farina. En u ziet het. De vlakke drachter, dat is de onderling. Heel mooi gekleed hier, de politie-eenheden. En u ziet het daar ook bij de benen, dat in het wit. Heel mooi, nog steeds Cultuur TV. En wat ik heb opgemerkt is dat er maar één band is hoor, dus een muziekband. Maar laten we hopen dat we dus straks nog een band achterin hebben. Heel rustig. Misschien gaat dat gepaard met het incident dat heeft plaatsgevonden in Matawai. Dat het aangepast is. En u ziet het heel mooi. En we gaan proberen om toch enkele shots van de andere kant te nemen. Daar hebben we dus van beide kanten enkele shots. En u ziet het heel mooi. En als ik zo kijk naar deze groep, dan lijkt het een kind van RBT. Dit zijn de guys van de RBT, zie ik voorin. En hier zijn de heren van de mobiele eenheid. En u ziet het met hun schild en al, hun geweer. En we hebben dus daarachter dus de RBT, regio bijstandsteam. En u ziet het. Gekleed en zwaard. Heel ernstig. En u ziet het aan de gezichten. Heel netjes. Dus de RBT. En we zien een auto naar hier komen. En dit zal dus ook een... waarschijnlijk een politie... Een militaire auto. Ja, u ziet het. En dit mis ik hoor in Suriname, weet je, zulke auto's ziet hij alleen maar op onafhankelijkheidsdag, et cetera. En ik weet niet, we zullen eens vragen, protocol-wise, als dat niet mag, weet je. Maar dit geeft wel een gezag van, Ude Ina Kondre. Maar laten we weer richting deze kant op. En we zien enkele politieauto's komen. We zien hier dus... De bikers, ja. En je ziet de bikers goed vertegenwoordigd. En je ziet hem hier zo, allemaal de bikers. En de bikers vallen dus dan onder MSD. En zij houden zich meestal bezig hoor, wanneer het verkeer geregeld moet worden. En dus dan heb je soms activiteiten, weet je, van wandelmars, et cetera, et cetera. Dan zijn ze daarmee belast. Als we verder kijken, zien we daar zo dus een politieauto. Ja, een politieauto. Met ook een dame hierop. Ja. Heel mooi, heel mooi. Dit zijn allemaal de voertuigen van het Korps Politie Suriname. Deze is een zwarte. Dit ziet u niet zo vaak. En waarschijnlijk is dit een auto van de Intel. En als ik zo naar achteren kijk,
Dan heb je dus dan de militairen die in aantocht zijn. Leuk om te zien, de zon is fel. Maar u ziet het, enkele mensen op de been. En zoals ik eerder heb aangegeven, dan is dit meestal voor de kids hoor. De kids genieten meestal van zulke momenten. We gaan straks even kijken als we met enkele mensen kunnen praten als ze hebben genoten. Wat opmerkelijk is, is dat de groepen zijn wel heel klein. Maar dat kan te maken hebben hoor, met het programma dat aangepast is. Maar hier hebben we dus in aantocht de militairen. Dit zijn de mensen van MP. En een militaire band, of ik zou zeggen waarschijnlijk militaire kapel, is ook aanwezig. U hoort het daar. Nog steeds Kulturu TV en laat even weten in de comment hoe het daar zo was in Nederland. Vooral onze fanbase daar in Europa. Hoe het was onafhankelijkheid in FDMA-viering in Nederland. Maar in Suriname is het meestal lekker eten hoor. In de ochtenduren zo is het meestal het defilé. Men komt richting deze kant op. En nadien je rustig, relaxed naar Oslo. Het is een zaterdag. Dus er zal gevierd worden. Er zijn enkele shows. Bepaalde mensen hebben dus hun programma aangepast. Omdat hetgeen wat is gebeurd in het Matawai-gebied. Ze hun medeleven tonen. Maar zoals u ziet, nog steeds Kulturu TV, de militairen hier. Hey, alles lekker? Ja. En u ziet het hier zo. De bromfietsen. Hier een groep en waarschijnlijk zijn deze heren van het buitenland, zoals u ziet. En de heren in wit gekleed, heel mooi. Zet het hier, de groep van de militairen, wel heel groot, moet ik aangeven. En u ziet het, nog steeds Kulturu TV hier op locatie om het verslag voor u te brengen.
En u ziet het, de groep van de militairen heel erg groot. En in de meeste gevallen geschiet het met, dus met een zang hoor, weet je toch, een show en al. Maar ik zie dat, dat ze het gewoon rustig aannemen van het jaar. En ja, maar dit zijn onze troepen van Suriname. Hier hebt u de dames van MP. En hier hebt u de mensen van de marine, ja. Of de soldaten die belast zijn met dat van de marine. En dit zou ik even moeten checken hoor. En u ziet het, laten we even enkele gezichten voor u in beeld brengen. Zoals u ziet. Heel mooi, heel mooi. En dit zijn dus onze politie-eenheden. Ja, de zware boys, MP. Hier hebt u dus de zware guys, in zwart gekleed. En militaire politie, ik denk dat de man zegt, ik heb een vloer. Ja, u ziet het aan ze helemaal, u gaat denken, een soort van robot. Weet je, met hun schild. Dus kortom, ze allemaal de middelen om hun lichaam te beschermen. Zoals u ziet. En mocht er wat plaatsvinden, je bent gewoon stong. Binokori aneyagi. Yes! En u ziet het helemaal gekleed. En u ziet het, geen lachende gezichten. Hier hebt u de mensen van, ja, de Masai Goi Nabusi. Ja, om zichzelf een beetje te vermommen. Of laat me niet zeggen voor mama hoor, hoe zeg je het in een mooi woord? Een beetje in de kleuren van het bos. Ja. Ja, ja. En de zon is verschrikkelijk fel. Maar ja, dit doen we gewoon voor u. Om een beeld te krijgen hoe het in Suriname heeft plaatsgevonden. En hier hebt u dus dan de voertuigen waarop de meeste mensen wachten hoor. De voertuigen van de militaire politie of de militaire dienst. Sabi dat meestal weet ik about oorlog tori, tewansani epsa. Dus dit zijn echt de voertuigen waarop de mensen wachten. Want hier hebt u dus dan te maken met panster. Is dat soort wagirati? En we brengen dit voor u. Kulturu TV. En u ziet het, hier hebt u dus de bromfietsen. En hier hebt u dus de militaire voertuigen. Ja. Abraham Fassi Ivo. Ja, maar het kan gebeuren. En hier hebt u de politievoertuigen. Heel mooi. Heel mooi. En u ziet iemand daar met de mitrailleur daarboven. Heel mooi, heel mooi. De chest geen one to man. Maar ja. En u ziet het. Heel mooi. En dit is die kanam. Mama si Epsa in Abusi Freyer. Alasani Epsa. Dit is die kanam. Heel kleine auto.
u dus dan de DAFs, ja. En het is altijd mooi om te zien hoor. Deze voertuigen ziet u niet vaak. Overstraat. Maar u ziet ze. En dan hebt u ook dus de plekken waar de mensen kunnen zitten. Zoals u ziet. En dan hebt u hier dus daar ook een andere DAF. En dan gaan we zien dat we hier kan naar Bagasi. Kijkt u. Ja. We rijden ze te snel hoor, maar goed. En u ziet het. Hier zo. En waarschijnlijk hebben we enkele voertuigen gekregen hoor. Want we hadden niet zoveel. En u ziet het. En dit is dus een tankwagen. Waar er water in zit. Of olie. Een van die twee. En de mensen gaan in een rap tempo. En u ziet het. En hier hebt u de guys. Hier hebt u ze. Hier hebt u ze. Dit is waarop men meestal wacht. En hier hebt u dus dan de Pastor auto's. Yeah. Big up. Opas Renang Vraga. Ja, heel mooi. Ook heel mooi gepoetst. En u ziet het. Deze is een heel mooie. Ja. Big up. En ik denk dat het afgelopen is. En zo hebben we het laatste voertuig gekregen. En dat is meestal een ambulance. Ik zie nog twee auto's daarachter, maar dat zijn waarschijnlijk gewoon twee auto's om aan te geven dat het verlopen is. Laten we even. En u ziet het, het is afgelopen. De mensen beginnen dus dan weg te trekken. Ja. Even dus een beeld te geven. TV, u hebt het gezien. We hebben de beelden voor u gebracht. Het defilé in Suriname op 25/2023. Dat wil zeggen 48 jaar staatkundig onafhankelijkheid. En we gaan u later op de dag meenemen om een beetje over straat te gaan om de mensen wat vragen te stellen. Wat vinden ze? Wat hebben we bereikt in die 48 jaren? Moesten we verder zijn? Zijn de mensen tevreden? Of zijn de mensen ontevreden? Alston Sanayong is later weer op uw beeldbuis met enkele andere beelden. Ciao. Stay tuned, Kulturu TV. Unom neem de school te kwalijk tegen mij pakken aan heren. En morgen valk zijn niet aan de inwoon atoso. Na teju abiwa. Gedemotiveerde verpleegkundige of wat gefrustreerde datra. Maar ze kie lai. En de massa abasiki, de ma ab money. Nou, voor de gek, kan mij storen voor de kerk. Ik moet ook zo vrij aan mijn vrede. Nou, een vliegende president. Maar de laatste verkrachting, samen met je in de kondre. Dat is zo kerkje, man. Luka cultuur te betragen. Mijn lobby kwalen wat alle dingen met Luka programma. Die zo draaien, at nooit. A televisie me is ook een bos. Me op een boel dragen, omdat me si seip sa. Maar me demante kwam voorbeeld na unu motei, unu na man panel tjaar. Nee.